Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Dan zouden jullie ons heel blij mee maken. Ik zie precies oranje. Maar ja, oké. So be it. Dit is mijn outfit vandaag. Ik heb een t-shirtje aan van Totally Too. Short is van de Bershka. En mijn schoentjes zijn ook van Totally Too. Ik ga nu vertrekken naar de bank. Ik moet er over een kwartier zijn, maar dat is echt letterlijk 5 minuten wandelen. Want ik moet een kaart afzeggen. Dus dat ga ik doen. En daarna denk ik dat ik heel snel de stad in ga. We gaan deze avond naar Jolien en Jenno. Want we gaan er barbecuen en Jenno is morgen jarig. Dus we willen toch een cadeautje meenemen. Maar ik weet nog niet zo goed wat. Voor een man is het altijd zo moeilijk, vind ik, om iets te kopen. Maar we will see. Ik ga eens rondkijken. En dan, ja, ik weet niet als ik nog iets in de stad ga doen. Misschien ga ik heel snel naar Pew Pew, want die hebben schoenen die ik wil. Dus ik heb Louisa net gestuurd als ze die al in de winkel hebben. Maar ik vrees ervoor, want dat is echt een nieuwe collectie. En ik denk dat die pas volgende week komen. Maar daar wacht ik nog op antwoord. En anders ga ik ook nog langs daar. Ik ben terug van de bank. Amai. Ik had zo'n harde paniekaanval in de bank. Oh. Kom maar. Kom. Kom maar, spring. Hey, schat. Oh, ik voelde me zo slecht en dat duurde. Ik dacht dat gaat 10 minuten zijn. Maar bleek dat er van alles mis was. Dus dat duurde keilang. En ik had het heet en ik begon me echt zo slecht te voelen. En ik was echt aan het zweten aan mijn handen. Ik had al gevraagd als ik eens naar het toilet mocht gaan. Milky is mijn arm aan het lekken. Leuk, Milky. Bedankt. Dus was ik maar heel de tijd met Sam aan het sms'en. Die kon me dan wel wat kalmeren. Ik had heel het gevoel dat ik ging flauwvallen en dat ik zo misselijk was. Wow. En dat ik niet weg kon gaan. Maar oké, ik ben er vanaf. Ik moet wel nog eens teruggaan. Want er was iets mis met mijn pas. Dus ja, dat moet ik nog doen. Ik ben echt blij dat ik terug ben. In bed, stay in bed. The feeling of your skin locked in my head. Smoke, smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Day drunk into the night. Wanna keep you here, cause you dry my tears. Yeah, summer, loving and fights. Oké, ik krijg mijn kleed niet zelf alleen toe. Maar ik ga foto's maken. Met dit kleedje van Naked, super mooi. Really love it. En op de foto ziet je dat toch niet, dat dat open is dan achter. Lappen. Nu heb ik mijn t-shirt vuil gemaakt. Met mijn schmink. Dus moet ik iets anders aandoen. Nieuwe outfit. Heel erg basic topje van de H&M. De short nog altijd van de Bershka. En ik ga terug die schoentjes aandoen. Het is wel wat frisser. Ik hoop gewoon dat het grijs. Dat ik er geen zweetplekken in ga hebben. Oké, het is ondertussen 12:30. Ik ga vertrekken naar kantoor. Ik voel me echt niet zo goed vandaag. Ik heb echt... Ja, ik weet het niet. Mijn anxiety is gewoon hier vandaag of zo. Ah wel. Zit jij op de bureau? Kom, dat mag niet, hè. Kom. Chop, 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 chop.
Ja, jij gaat er niet vanaf gaan, hè. Waar is Muffin? Muffin! Ah, hier op de stoel is Muffin. Oh, ze hebben geen eten meer. Dat ga ik eerst nog geven. En dan ga ik naar kantoor. Ik hoop dat het gaat lukken, want ik voel me echt... echt kak. Maar ja, het zal wel gaan. We're working hard here. Hé, mannetjes. Zeker. We gaan de pakjes wegdoen, die twee zakken daar. Wie, wij? Nee. Ah. Zeg, geen bang. Wij gaan het doen. En we gaan ook ijsjes meebrengen. Ik dacht die twee zakken, dat gaan ons vervolgen. Oh, nee joh. Die twee zakken achter u, hè. Oh, kieken. Wij zijn terug van kantoor. En we zijn nu onderweg naar GOT. Dat is naar Jolien en Jano. We gaan samen barbecuen. Het is kei mooi weer. We hebben het vlees voorzien en zij doen de groentjes. Dus dat gaat kei gezellig worden. Ja, ik heb ook honger. We moeten nog 8 minuutjes rijden. Sam heeft een nieuwe uitlaat. Hoort je toch niet? Je hoort dat keihard volgens mij. Ik weet niet of je dat op de vlog hoort, maar dat is juist de vliegmachine of zo dat opstijgt. Ik denk wel dat je dat gaat horen. Vlees? Amai, volgens mij is mijn lens kei vuil. Oei. Wilt jij hem eens proper maken? Ja. Heb jij nog een hand? Nee. Een hand? Oké, ja, zo gaat dat niet. Ja. Maar ik ga zelfs wel nog eens proberen. We got the vlees. De vlees. En we zijn er bijna. Hadden jullie ons al zien aankomen? Oh, de eerste keer in hun tuintje. Jullie kunnen hier dus allemaal iets komen drinken of komen eten met dit mooie weer. Kijk hoe mooi dat is. Dat is echt mooi gemaakt. Wauw, ja. Gezellig. Het is ook idyllisch. Onze hortensias zijn wel dood, hè. Ja, dus, dat is logisch met dat weer. Dat is vergaan, joh. Och, garm. Maar komt dat terug? Hortensias, ja. Ja, volgens mij groeit dat terug. Ja, het zal nu wel een beetje uitgebloed. Ja. Kijk hoe gezellig. Ja. Dat is precies als wij hier nu zoiets komen eten, drinken, want anders waren we in de privé. Ja, dat is kei tof. Ja, barbecue buffet. Een barbecue gaan we daarboven doen bij hun privé stukje. Allee, gok ik toch? Denk ik toch? Ja. En dan hier is hun zaak. Maar ik zal alle info hieronder zetten, dan kunnen jullie het zien. Ja. En wij gaan ook binnenkort komen ontbijten. Ja, ik was kei benieuwd. Ja. En je kunt trouwens ook kei toffe geocache toeren hier doen als je dat wilt. Ja. Dat is ook super leuk. Ja. Of pannenkoeken eten. Eigenlijk kunt je alles. Alles. We hebben een cadeautje van Jano. Ja. Het is morgen de birthday boy. Morgen ben ik een... Ja, ik ben een kwart eeuw dan. Moest je daar nu echt over nadenken? 25 jaar. Moet je daarover nadenken? Dat is al oud, hè. Ik vind dat nu echt wel... Nou, jij bent de jongste. Je bent wel de jongste aan deze tafel, ja. Dankjewel. Ja, cadeautje. Mag ik het openmaken? Ja. Ja, het was raar, ze moest een cadeau geven wat je niet mag openmaken. Ja. Maar ik herken het cadeau, Parbouw. Ja. Het is van een bekende elektrozaak. Ja. Even... Voelt dat ook. Nee? Schud er eens mee, misschien hoort je wat het is. Niet kapot doen! Ik hoor een cd-schijfje. Wat zijn we zijn kapot doen, hoor? Welk? Het ding dat erin zit, als je mee begint te schudden. Wauw! Kei tof! Dankjewel. Spider-Man. Dankjewel. Ja. Die had je nog niet, hè? Nee, sinds kort ben ik bezig met eigenlijk een Marvel Blu-ray verzameling aan te leggen.
We deden dat ook al met Disney, Blu-rays en nu dus met die. Ik zal ze straks laten zien. Ja. Een hele collectie, ja. Ik ben een verzamelaar, heel graag. Echt heel tof, echt waar. Dank je wel. Spider-Man gaat hier voor ons als de boven. Dat kan, hè. We hebben de films ook nog allemaal niet gezien, dus we moeten ze echt nog allemaal in volgorde kijken. Ja, dat is kei spannend. Dus kunnen ze ook echt wel. Ik heb hem gekozen. Ik vond, ik ben fan van Spider-Man. Ik had keuzes, maar... En deze film ook? Heb je deze film al gezien? Nee, nog niet gezien. Nog niet gezien. Misschien moeten we alles voor een keer samen kijken. Hè? Kunnen we wel. Ja, ja, kei lief van jullie. Kunnen we. Veel plezier ermee. Dankjewel. Spelletje spelen met deze opblaaspop en het spelletje noemt Who's the Dude? Dus ik ben kei benieuwd hoe dit gaat werken. Wat ben ik? Gek. Slim, gek. Aapje. Een aapje. Haarkappen. Ja. Haarkappen. Wat ben ik? Tandarts. Ja. God. Oh nee, ik heb dat heel tijd. Wat ben ik? Oei. Schoonheidszorgster. Masseur. Masseur. Gezichtsbehandelaarster. Psychologe. Priester. Een nonneke. Mag ik ook een andere? Zalven. Ja, maar dan nog even 6 seconden. Dus. Zen. Dokter. Wat was het? Oh, my. Ja, wat was dat bidden? Wat? Wat was dat bidden zo? Ik dacht wel Sam van. Ja, jij hebt toch een scheidsrechter. Gele kaart. Een agent. Ja. Ah, maar je hebt niks gezegd, wat ben ik of zo? Ah ja, dat is waar. Wat zijn we aan het doen? Wat waren we dansen? Dansen, tango. Slowen. De wals. Slow. Ten huwelijk vragen. Huwelijksdans. Aanzoek. Huwelijksaanzoek. We zijn aan het... Verloven. Samen zijn. Nee. Trouwen. Ja. Oh joh. Hoe, je vraagt toch niet iemand... Ah ja. Oké, ja. Wat ben ik? Oh my god. Wat? Een klerenverkoper. Klerenmaker. Je hebt 1 punt. Door de bomen het bos niet meer. Zwijgen. Zwijgen is goud. Hoe? Niks meer zien. Zwijgen. De mond snoeren. Ja. Ah, oké, okay, wow. Was ook wel een moeilijke. Gezegd en spreekwoorden. Twee dezelfde zijn. Bij elkaar gegroeid. Uit elkaar gegroeid. Aan elkaar. Tweeling. Siamese tweeling. Siamees. Oor aan oor. Nee. Zij aan zij. Nee. We horen bij elkaar. Nee. Verliefd. Hoofd. Hoofd aan hoofd. Ja, de koppen bij elkaar steken. Oh. Wat is de dude? Ja, knikker. Ja. Oh ja, Jeno. Je gaat die punten echt nog inhalen. Wat is de dude aan het doen? Zwemmen. Aan het schrijven. Schrijven. Ja, en dan? Studeren. In een boek aan het schrijven. Een brief aan het sturen. Ja. Wat is de dude aan het doen? Roeren. Ja. Mooi. Wie is er gewonnen met spelletje? Wie is er gewonnen? Wie is het is een ander spel, hè? Ja. Ja. De dude. Ik ben gewonnen! Bijna. En wie was het in de laatste ronde ook wel. Echt. En twee was Sam. Echt gewonnen in de laatste ronde. De dude zegt dat het goed is. Proficiat. Ah ja. Thumbs up. Dus zeker thumbs up voor deze video. En vergeet ook niet te abonneren. Oh, je moet de dude dat gaan doen. Ja, hier abonneren. Ja, abonneren beneden op de knop. Kijk eens hoe goed de dude dat kan.
thumbs up. Oh, je kunt dat kijken, goed. Ja, hallo. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Was de. Wat denk je? Nee, ik weet niet. Keer of zoiets. Tot de volgende keer. Maar we gaan hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. Ga ook zeker naar Jolien en Jano hun kanaal. Daar is Jano en de Dude natuurlijk. Ga hen ook volgen. Alles staat in de beschrijving. En wij zien jullie morgen!